6. Suzanne. Goedemorgen. En Fleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? We moeten nou gewoon bijna gaan ophouden met de positiviteit, joh. Ik ben er gek van. Dames, hebben jullie nog goed nieuws voor het weekend gepland, Fleur? Je weet wel, gewoon een beetje chillen en nog leren voor mijn toetsweek. Oh, dat is minder goed nieuws dan. Okay. Dat is het einde van de negatieve positiviteit. Ja. En jij dan, Suus? Nou, nog niet echt plannen. Nee, maar je bent wel klaar. Je bent wel gewoon, het is wel even weekend. Ja. Vandaag in de Televaag, ja, ik zal het jullie niet aandoen om alleen maar goed nieuws te doen. Want ik denk dat de kranten er niet echt mee gevuld zijn. Of wel dan, Suus? Nee, dat niet. Maar ik vertel alleen maar leuk nieuws. Oh. Goed nieuws. Nou. Geen leuk nieuws, maar goed nieuws. Heel goed. Wat dan? Ja, nu lijkt het net dat ik met heel leuk nieuws kom. Maar ik heb gewoon het stomme nieuws eruit gehaald, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar nieuws over de douane, want die gaat geldhonden inzetten in de grensstreek. En dat omdat Nederlanders, allemaal van die zwartspaarders, nu echt massaal met tassen vol met geld de grens overkomen. Omdat, ze het in België niet meer kunnen. Nee, in. Wat was het nou? In. Hoe heet het landje ook alweer? Zeg maar Frankrijk gewoon. Ja, in Frankrijk. Daar kunnen ze het niet meer zetten. Want, Frankrijk moet dus vertellen aan de Nederlandse fiscus van die rekeningen en zo. Je bedoelt overigens Liechtenstein, hoor. Liechtenstein. We leveren naaimachine. Naaien erbij, ja. Oké, en wat nog meer van goed nieuws? Ja. Hey, daar loopt mijn kat. Goed nieuws! Ja. Nee, ik ook nog een foto van premier Balkenende op de voorpagina. Want hij is daar een muurtje aan het metselen. Nou, het is maar één steen, zo kan ik het ook. Maar hij was daar gisteren toch bij de bouwopleiding Gilde in Horst. Ja, en daarna was hij ook nog bij de Europa-lezing met jongeren in Den Haag. Oké, okay, hartstikke leuk. Maar dat was de reden waarom dat hele debat niet doorging, begrijp ik? Ja, ik denk het. Oké. Okay. Vaag. Ja. Oké, okay, nou, ik vind het echt knap dat het gelukt is, hoor, met goed nieuws. Ja, tot zover. Tot zover. Oké, okay, duidelijk. Fleur, wat heb jij dan? In de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw? Gisteren waren de Europe Music Awards in Berlijn bij de Brandenburger Tor. Ja. En heel mooi ziet het eruit en YouTube trad ook op. Alleen de organisatie had een hek neergezet omdat het terrein daar zo, om te voorkomen dat mensen zonder kaartjes niet binnenkwamen. En het concert was ook zeg maar een soort herdenking voor de val van de muur. En nu zaten die Berliners te zeggen, het evenement, de herdenking van de muur resulteert in het oprichten van een nieuwe muur. Hoe gaat dat nou? Maar dat waren natuurlijk de mensen zonder kaartje. Ja. Nou, dat is wel enigszins te begrijpen. Anders loopt het allemaal uit de hand. Mensen platgedrukt, toestanden, ja. Please, het is een hek en mensen hebben er €100 voor betaald. Ja. Oké, duidelijk. En wat nog meer? Willem-Alexander, onze immer grappige kroonprins, die was op staatsbezoek in Mexico. Hij was over schone energie aan het praten. En toen op het laatst wilde hij zijn argument kracht bijzetten door een oud-Spaans gezegd, sorry hoor, dat is de Telegraaf bezorgen. die gaan zijn wel snel. We zitten in Mexico. Ja, Spaans gezegde, camarón que se derme, se lo lleva al corriente gebruiken. En dat betekent een garnaal die slaapt wordt door de stroming meegevoerd. Alleen hij zei per ongeluk in plaats van al corriente op het laatst, a la chingada. En dat betekent een garnaal die slaapt, die gaat naar de hoeren. Maar iedereen kon erom lachen. Oh, dat dan wel. Giel, dat was een beetje dom. Ja. Heb je meer? Ja. Oké, okay, en heb je nog iets? Of gaan we al naar het leuke? Minder Nederlanders trouwen dit jaar vanwege de recessie, maar ook steeds minder Nederlanders scheiden. Dat is goed nieuws, ja. Ja, het zal opvallend. Er zijn 2000 minder scheidingen in de eerste 9 maanden van het jaar. Ja. En er zijn ook 3000 minder bruiloften, dus we zullen nooit meer 2008 inhalen. Nee, precies, want dan zijn er in de toekomst sowieso minder scheidingen, omdat er ook minder bruiloften zijn. Ja. Logisch, oké. Okay. Wat is het goede nieuws wat jij hebt uitgekozen? Of het leuke nieuws? Sorry hoor. Ja, nou, het WK puzzelen is weer begonnen. Het WK puzzelen, ja? Ja, en dat is dit jaar in het Turkse Antalya. En goed nieuws voor het Nederlandse team, want die wonnen meteen al de eerste prijs met het eerste onderdeel. En dat was een reusachtige 3D-puzzel oplossen. En nou, ze moeten ook nog individueel en daarbij hebben ze alle hoop gevestigd op Rick Huppelschoten uit Utrecht, want hij is heel goed in puzzels maken. Zou dat familie zijn van Henk Huppelschoten, want die doet altijd dat bizarre leuke nieuws ook wel eens in dit programma.
Oh? Dat zal bijna... Nou ja, ik zal hem wel even bellen, maar dat lijkt me echt... Ik geloof dat ik sowieso wel gesproken heb. Waar wordt het ook weer gehouden? In het Turkse Antalya. Ja, ja, in Turkije, zijn ze. Nee, er is een Nederlands team bestaande uit drie Nederlanders of zo. Vier. Oh, vier, oké. Okay. Nou, ik weet niet of ik... Heb ik nou een uitzending gehad? Ik heb er al eerder iets over gelezen. Maar we moeten ze dus even bellen, want het gaat lekker. Ja. WK puzzelen, top. Nou, en wat heb jij dan als afsluiter van de week? Week. Nou, Giel, gefeliciteerd. Oh, je spreekt het allermooiste Nederlands van heel Nederland. Nou, want als je Haarlem woont, of tenminste als je een Haarlemmer bent, dan heb je een mooie tongval. Als je in Friesland woont, heb je de lelijkste Nederlandse tongval. En in België vonden ze in Antwerpen dat er het mooiste Nederlands, voor zover het Nederlands is, werd gesproken. Het sappigste Nederlands is in Suriname. En het Amsterdamse doet het niet zo goed, want dat noemen ze plat, vulgair, brutaal en hoogmoedig. En de Friezen zijn vreemd. Ja. Nee, ik zou je zeggen, ik weet niet of ik daar dan zo trots op moet zijn, maar al die callcentra, weet je wel, waar die gewoon dat terreurcentra die mensen opbellen. Ja. Die staan ook allemaal in Haarlem zo'n beetje. Oh, wauw. Nou, ik had er gisteren toevallig eentje die belde van mijn moeder. En die was van Visa. En ze wilde dan dat mijn moeder zo'n kaart ging schaffen of zo. En ze zei, met de International Code Center Visa. Die kwamen niet echt uit Haarlem. Haarlem. Oké, okay. Dat is tijd. Nou, dames, bedankt. Ja. Wat een fijn krantoverzicht zo. Oh, heerlijk. Succes met het weekend. Of ja, veel plezier eigenlijk vooral. Want ja, het is zover, hè? Zo. Tot maandag en goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio hier aan. Giel, dat is dan waar ik er. Het is tijd om op te staan. Het is 7:50. Want dit is Giel op de radio. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere.